Femke, het is 10 jaar geleden dat jij voor België aan het Junior Euro Songfestival deelnam. Wat weet jij daar eigenlijk zelf nog van? Wat weet ik daar nog van? Ik was 11 jaar, dus er is natuurlijk wel al een beetje vervaagd in de herinnering. Maar ik weet er nog wel heel veel van, hoor. Ik herinner me vooral dat ik daar heel hard van genoten heb. Ik herinner me ook nog heel goed het moment dat ik op het podium stond, dat ik mijn liedje zong, dat het liedje gedaan was en dat ik dan kon roepen Thank you, Europe, we love you. Dat was een heel speciaal moment. En voor de rest, wat herinner ik mij daar nog van? De repetities, heel veel eigenlijk. De dingen die ik heb bijgeleerd. Vooral heel mooie herinneringen eigenlijk, ja. Zou je het nog opnieuw willen doen? Voor ons land naar een songfestival gaan, ooit? Wel heel graag, ja. Ik zou sowieso het wel willen doen. Dat zou heel spannend zijn. Omdat dat natuurlijk bij de volwassenen is dat ook nog iets veel groter. Maar misschien zou het ook wel tof zijn als ik dat met mijn twee zussen zou kunnen doen. Dat we met drie zouden kunnen gaan. Dat zou voor mij wel heel speciaal zijn om te kunnen doen. Dus ja. Ik zou geen nee zeggen, denk ik. Ja, dat ging mijn moeilijke vraag worden. Met of zonder de zussen? Nee, ja, dat wel. Dus dan zou ik het wel met de zussen willen doen. Ik heb het toen alleen gedaan en ik heb er keihard van genoten. En zij waren erbij en ze hebben toen ook in het publiek gezeten. Maar ik zou ze toch graag bij mij op podium hebben dan, ja. Zingen jullie nog vaak samen? Ja, eigenlijk wel. We zijn samen het groepje Enchanté. Nu corona heeft daar een beetje roet in het eten gegooid. Normaal gezien treden wij zo'n zomer toch wel echt 30, 35 keren op. Op verschillende kleine plekken is dat dan. Hè. Op foodtruckfestivalletjes, op kleine feestjes, op trouwfeesten. Super gezellig vind ik dat. Allee, dat hoeft niet altijd een gigantische weide vol mensen te zijn om een leuk optreden te zijn. En wij treden normaal gezien dus wel nog op. Maar dat is nu een beetje stilgevallen met corona, helaas. We missen het heel erg. Ik denk dat ook, het is 10 jaar geleden voor mij, of zelfs 12 jaar geleden, dat ik al een jaar niet meer heb opgetreden. En dat is dus nu, 18 januari, is dat gebeurd. Dat wij een jaar niet meer hebben opgetreden. Dus dat was wel pittig. En hoe hard was dat, niet kunnen optreden? Ja, hartverscheurend. Ik herinner mij nog het moment dat wij met drieën in mijn bed... Ik heb een tv voor mijn bed staan en wij zaten daar met drieën naar een bepaald muziekprogramma te kijken. Ik weet zelfs al niet meer wat het was. Maar ze hadden zo geregeld dat er van alle mensen thuis werden afgebeeld in hun living. En normaal gezien, ik denk dat het zomerhit was of zo, en normaal gezien keiveel volk. Dat was zo heel intiem en compact. En wij zaten daar met drie en ja, gewoon, dat begon. En of ze lieten een applaus zien van die mensen. En we waren alle drie elkaars hand vast en we waren alle drie zonder elkaar gezien te hebben aan het huilen. Gewoon omdat dat zoiets was van, wow, dit is het nu. Dit is gewoon hoe het is en wij gaan eigenlijk voor het eerst nog niet kunnen optreden. En dat deed wel heel veel pijn toen. Allee, want dat is gewoon iets... Niet alleen voor de band tussen ons drie is dat zalig om te doen met ons drie, want dat is gewoon echt, ja, een hele zomer lang, dat is kei leuk. Maar dat is ook gewoon, ja, ik kan daar gewoon heel veel in kwijt en dat is wel heel spijtig dat dat niet kon. Ja, wat doen jouw twee zussen nu eigenlijk? Wel, de oudste zus, die is een master aan het doen aan het conservatorium in Antwerpen. Dus die is een master als dramastudent aan het doen. En langs de andere kant ook een edu-master om les te kunnen geven in het deeltijdskunstonderwijs. En de middelste zus, ons Imke, die is leerkracht in het middelbaar in een school in Antwerpen. Die geeft Frans en die is daar heel gelukkig. Oké, goed. Zeg nog even naar jouw single. Hoe kunnen de mensen daaraan geraken? Wel, mijn single is beschikbaar op zowat alle digitale platformen. Dus je kan hem kopen via iTunes, beluisteren op Spotify, op YouTube stond hem ook al, denk ik. Deezer, Soundcloud, echt van alles. Er is een bepaalde link, die kan je bijvoorbeeld vinden op mijn Instagram, op mijn Facebook. En op die link kan je eigenlijk op alle platformen terechtkomen en kan je hem beluisteren. Ja. Wat ik ook nog wil weten, is er nog meer muziek klaar voor jou? Er komt nog wel muziek aan, daar ben ik zeker van. Ik ben momenteel nog niet echt aan iets aan het werken, maar ik heb wel al veel ideeën in mijn hoofd en ik heb sowieso nog wel wat nummertjes liggen die ik wil delen met mensen. Dus er komt nog wel wat muziek aan.